staan hier bij een toeristentent met souvenirs. Jij bent de eigenaar hiervan. Wat wordt nou het meest verkocht? Wat wordt er het meest verkocht? Ja, veel wietsokken, veel magneten. Ja, van alles wel wat. Ik heb verschillende artikelen. Van alles gaat als lopende broodjes. Are you going to buy some stuff from here? Absolutely. The spice cakes. Oh, and the mushroom tea. Actually, I bought a pipe, a glass pipe. Duck. I love duck. Little ducks. Little duck. I got some vintage clothes because I think from outside the shops don't look so great, but if you dig in, you find some cool vintage treasures. Als we echt over gek praten, hebben we wietkoekjes, we hebben CBD, chewing gum, we hebben wietlollies, dat hebben ook veel souvenir shops. Maar we hebben echt al het assortiment van die wietdingen. En ja, voor de rest is het gewoon simpel, alles is hetzelfde. Wiet slaat dus wel aan hier. Ja, wiet is gekke werk. It's kind of weird to see it all open and available, and it's intriguing. I think it's crazy shoes. Wooden shoes. Wooden shoes, they are beautiful, but too much tourister. Postcards, the magnets and the wooden shoes. They're pretty nice because they're very typical for the Netherlands, I think. Heb je nog wel eens gekke verzoeken gehad van toeristen misschien? Zeker, ze vragen soms om coke, ze vragen soms om wiet. Ja, maar die dingen heb ik natuurlijk niet. Ik verkoop alleen CBD, die legale wiet, maar geen coke en al die onzin. Dus ja, die toeristen weten wel wat ze willen vragen. Normaal gesproken, omdat ze koekjes zien, denken ze van ja, wij hebben het ook, snap je? We hebben ook coke, ze denken dat alles legaal in dit land is. Maar ja, het is niet zo, snap je? Bij heel Amsterdam zit wel veel souvenir shops, maar ja, voor de rest is het wel... Er zijn zoveel toeristen, jongen, dat is niet normaal. Iedereen pakt zijn broodje bij, snap je?